Manger! Aan mij om met de prinses te dansen. Proficiat met uw 18e verjaardag. Dank u. Stop! Stop! Wat is dat toch met jullie knoeiers? Jullie spelen uit de maat. Door jullie trap ik op mijn verloofde haar voeten. Verloofde? Ja, koning, of zal ik papa zeggen? Ik kom uw dochter ten huwelijk vragen. Nu, op het feest van haar 18e verjaardag. Ja, origineel, ik weet het. Ik geef mezelf cadeau. U, de trollenkoning, wilt met mijn dochter trouwen? Ja, en u mag getuige zijn. Prinses Sophia. Sophia. Wilt u met me trouwen? Ja, ze heeft ja gezegd, of was ik dat? Hoe waagt u het? Ik laat u door mijn koninklijke garde aan de deur zetten. Laat je garde maar waar ze is. Mij krijgen ze toch niet te pakken. En... Huh? Waar is hij nu? Daar, hij zit in de kroonluchter. Haal de boogschutters. Jawel, zie je. Dus prinses, waar waren we? Je ging juist ja zeggen, geloof ik. Ik zou ook meteen ja zeggen naar zo'n sierlijke dans. Sierlijk? Die troll danst als een dode tek. Ik ken een nijlpaard dat beter kan walsen. Is dat zo, graaf Kronenburg? Dan kent u zeker ook mijn vuist. Prinses Sophia. Sophia? Zeg eens iets. Iets dat begint met een J bijvoorbeeld en eindigt op een A. Maar ik ben echt niet verliefd op u, hoor. Wow, liefde. Liefde, dat is zware overschat, schat. Ja, de boogschutters zijn er, sire. Schiet hem aan de kroonluchter! Joehoe, ik zit hier, hoor. Hier bedoel ik. Hij zit terug in de kroonluchter. Laat de kroonluchter zakken. Maar prinses, zeg nu gewoon ja. Dan kunnen we hier weg, anders moet ik mijn minder aangename kant aan u laten zien. Als u mijn dochter 1H durft te krenken. Wat ga je dan doen, daddy? Vuur! Met pijl en boog? Ja, pijl dan! Help! Gewoon schieten! Hup! Leer toch eens mikken, balgehakt! Koning, ik had zo graag papsie-wapsie tegen u willen zeggen. Grijp hem dan toch! Prinsesje, speeksel aan. Laat me los! Dit is uw laatste kans. Wat is uw antwoord? Ja of... Ja, natuurlijk. Meneer de trollenkoning. Wiste. Mijn antwoord is nee. Wat zeg je? Nee? Je antwoord is nee? Als ik je niet kan krijgen, prinses Sophia, dan niemand. U zult tot het einde der dagen vervloekt zijn. Elke man die jou raakt. Stelt voor De Reisgenoot. Deel 1. Ver van hier leefde ooit een ferme boerenzoon die Johannes heette. Het was een leuke jongen, maar wel een beetje bang. Ah! Wat was die knal? Knal? Nee, ik zei gewoon bang. Amai, mijn hart. Oh. Ja, Johannes zijn hartje zou nog meer te verduren krijgen. Want zijn lieve papa was al heel oud en versleten. Oh, papa, papa, niet dood. Niet stoppen met leven. Nee, jongen, nee. Het was gewoon het... Papa? Hoesje. Ah, gelukkig. Ik hoest ook. Het is toch niet besmettelijk? Nee, jongen. Je moet niet zo bang zijn. Kom, uw oude vader zal u eens wat raad geven. Ja. Pist de kat op de mat, geef ze dan een trap onder haar gat. Ja, ja, papa, dat is heel schoon. Maar kunt je eens geen raad geven waar ik iets mee ben? Morgen. Ja? Morgen zal ik u mijn gouden... raad geven. Ja. Nu ben ik te moe. Ja. Kom, zet u een stoel hier bij mijn bed. Dan babbelen we nog wat. Ja.
Het is zo'n mooie avond, hè. Ja. Na een kort, boeiend gesprek... viel Johannes en zijn vader in een diepe slaap. Johannes droomde over een schitterend paleis, bovenop een berg, dat uitkeek over de stad en de omringende velden. In het paleis woonde een koning met zijn dochter, die zo mooi was dat menige huwelijkskandidaat flauw viel, nog voor hij iets kon zeggen. De prinses haar lange haren krulde als zachte vlammen rond haar hoofd. Ze bewoog zo sierlijk dat ze leek te zweven. Excuseer, prinses. Oh, u bent zo... prinses, niet weggaan. Ik... Wacht! U achtervolgt mij? Ja, dus? Ja. Waarom? Johannes greep zijn kans. Ik vraag haar ten huwelijk, dacht hij. Hij slikte een grote kikker weg die in zijn keel stak en nam haar hand. Allerliefste prinses, u bent zo ongelooflijk koud. Uw handen zijn koud. Langzaam ontwaakte Johannes uit zijn droom. De ochtendzon viel door het vensterraam en streelde zijn gezicht. Toen pas merkte Johannes dat hij niet de hand van de prinses vasthield, maar die van... Papa? Oh nee, papa. Oh, meneer, dat is niks. Dat zijn de klokken maar. Sorry. De begrafenisondernemer knikte zacht met zijn hoofd en zei dat het... Geen probleem. ...was. De dienst is afgelopen, meneer. Wilt u mij nu volgen naar de begraafplaats? Ja, natuurlijk. De kist was al lang in de grond verdwenen. Maar Johannes stond nog steeds stil voor zich uit te staren. Met natte ogen keek hij naar de grafsteen van zijn teergeliefde vader. Uw vader moet een bijzonder man zijn geweest, hè? Met zo'n grafschrift. Was het leven een feest? Dan is het waarschijnlijk goed geweest. Sorry. Ja. Het zal stil zijn in huis zo alleen. Weet u wat? Trek de wijde wereld in. Reizen, dat is de beste manier om je gedachten te verzetten. Bedankt voor uw troostende woorden. Kan ik nog iets voor u doen? Voor mij? Ah ja, begrafenisondernemer, dat is toch een geweldig triestig beroep. Oh, belangrijk. Dat is het schoonste beroep van de wereld. Hiervoor was ik patissier. Dat is pas om te blijten. Luister. Toppie, toppie, deze job is toppie. De satisfactieradius maakt happy in het koppie. Wat blieft, satisfactieradius. De uitgebreidheid van uw voldoening. Voldoening? De mate waarin je iets fijn vindt. Ah ja, oké. Ik denk dat ik het begrijp. Ja. De mate waarin. Dus eigenlijk hoe leuk men iets vindt. Het is niet anders dan een andere manier om te zeggen dat u blij bent dat u begrafenisondernemer kan zijn. Hé, kom meneer nog verder zingen, want we beginnen kramp te krijgen. Sorry. Toppie, toppie, deze job is toppie. Begrafenisondernemer, het is een job, maar ook een hobby. Een beleefd lijk is leuker dan een grove pistolet. Ik snap echt niet wat ik vroeger zag in bakker-patissier. Mijn nieuwe klanten klagen nooit, ze glimlachen zo mooi. De rust in hen straalt af op mij als ik hun as verstrooi. Dat is toch niet mijn... Toppie, toppie, deze job is toppie. De satisfactieradius maakt happy in het koppie. Toppie, toppie, deze job is toppie. Begrafenisondernemer, het is een job, maar ook een hobby. Ik kies een kist, ik graaf een gat, ik zeg het zonder schroom. Begrafenisondernemer zijn is mijn levensdroom. Johannes liet de vrolijk dansende begrafenisondernemer achter. Terug thuis haalde hij een knapzak van de zolder en stak er wat kleren in. Uit een blikken doos onder het bed nam hij de 50 zilveren munten die zijn vader hem had nagelaten en een stapeltje bankaandelen. Lehman Brothers. Klinkt duur. Zou ik ze meenemen? Wat zou papa zeggen? Gaat bij felle regen het dak lekken, dan moet je een jas aantrekken. Dank u, papa. Dat helpt echt. Johannes keek nog een laatste keer naar de lege kamer.
en vertrok. Ah! Oh, het is de deur maar. Johannes hield er stevig de pas in. En na een paar uur wandelen was hij de vallei uit. De glooiende heuvels over. En stond hij, voor hij het goed en wel besefte, midden in een gigantisch dennenwoud. Ah! Oh, een eekhoorn. Oh, een echte. Die zijn groter dan op foto. Amai. Er dwarrelde ook nog een beukenblaadje in zijn nek. Om maar te zwijgen van... Ah! Een dodentak. Op het einde van die eerste lange dag vol uitstekende indrukken was Johannes helemaal uitgeput. Oh. Achter een grote rhododendron liet hij zich lang uit in een hoop bladeren vallen. Oh, ik ben zo moe. Hé, wie was dat? Hé, wat? Wie? Oh, een uil. Oh, oké. Okay. Oh, rustig. Oh, Johannes, dit is de eerste keer dat je helemaal alleen slaapt onder de blote hemel. Even moedig zijn. Kom. Rustig. Oké. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Want bang zijn is voor bange rikken. Ik moest gewoon nog iets doorslikken. En daarom doe ik... Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Mijn zenuwen zijn van Belgisch staal. Ik ben gewoon heel muzikaal. Dus doe mijn tanden. Dus jij hebt geen schrik? Wie is daar? De nacht, zo heet ik. Oh, goedenavond, mevrouw de nacht. Dus jij bent niet bang? Nee, ik ben niet bang. Ook niet voor een donderslag. Nee, dat klinkt toch als een bulderlach. En het huilen van een spook. Die bestaan niet en dat weet jij ook. Hoe bedoel je dat juist? En een monster dat zegt... Je gaat eraan. Dat is gewoon een struik in het schijnsel van de maan. Ik ben niet bang. Nooit meer bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ook niet van de ergste storm. Ik ben gewoon niet goed in vorm. En daarom hoor je, ik ben niet bang, maar wel heel moe. Oh, het is maar een krekel. Oh nee! Johannes kroop kreunend terecht en ging haastig op zoek naar een schuilplaats. Welke kant zou mijn papa kiezen? Het toiletpapier dubbelvouwen, hoor. Of je zit er met je vingers door. Ja, dank u, papa. Echt heel nuttig. Aan de rand van het bos zag hij een wit kerkje staan. Hij liep er snel naartoe, want het begon oude wijven te regenen. Johannes opende de deur en ging voorzichtig het donkere kerkje in. Hallo? Is hier iemand? Het was er muisstil. Stil, muis. Rechts in de hoek, naast een schilderij van een Madonna met een zwart kindje, zag hij een houten draaitrap. De kloktoren. Daar ga ik hoog en droog de nacht doorbrengen. Johannes beklom de smalle draaitreden van de toren, hing zijn jas te drogen en viel prompt in slaap onder de grote torenklok. Enkele uren later, terwijl hij weer lag te dromen... Prinses. Slopen buiten twee donkere gestalten dichterbij. Ze schuifelden langs de muren van de kerk en openden behoedzaam de deur. Mooie steek! Daar is ze. Daar staat de kist met lijk. Ik maak hem kapot! Ja, maak hem rustig, hè. De tip is al duurd. Nou, spijtig, hè. Het geluid van de opgewonden stemmen haalde Johannes uit zijn slaap.
wat blijft dat dan geen kalm, jongen? Een rat zegt toch niet... Mij niet aanraken, nee? Of ik moet kak kapot, hè? Het is al lang goed. Kom, we willen Igor Mortis uit een kist. Wat, Igor Mortis? Ja? Wat is dat voor een losernaam? Spijtig dat dit doet, dus ik had geen kaart loser tegen hem gezegd. Zo gebeurt is een loser! Wat kan mee dat andere, jongen? Johannes kroop stilletjes recht. Gaan die mannen een lijk uit een kist halen? En die kist stond daar al heel de tijd. Wat moet ik nu doen? De twee mannen haalden het in een wit laken gewikkeld lichaam uit de kist. Johannes raapte al zijn moed bij elkaar en... Pardon? Pardon! Zijn stem galmde luid, omdat hij onder de klok stond. Hij schrok er zelf van. De twee kerels beneden lieten het lijk meteen los en keken verschrikt naar boven. Wat was dat? Dat kwam vandoor, van boven. God of wat? Ik weet niet, hè. Wat doen jullie daar? Wat doen jullie daar? Niets. Het is te zeggen, we halen die loser hier uit zijn kist. Ja. Waarom? Ja, hij krijgt geen fatsoenlijke begrafenis omdat hij ons nog geld moet. Ja, hij moet nog geld aan onze tante, mevrouw Leemans. Je kent ze misschien. Dat zijn die Leeman-brothers, dacht Johannes. Daar heb ik nog aandelen van. En daarom smijten we hem in de gracht. Wat? Nee. Oh, ja, niet echt smijten. Nee. Ja, meer dan zo wat zachtjes in de beek liggen. Ja, en misschien nog een klein titsje geven. Zo. Nee. Net op dat moment moest Johannes niezen. Kom, hè. Rustig, hè, makker. Die beginnen flippen, hè, moot. Johannes begon te begrijpen dat de klokkengalm van zijn stem de twee kerels ontzag inboezemde. Laat hem met rust. Ja. Ja, wie? Ja, wie? Wat is zijn schuld? 50 zilveren munten, meneer. Johannes nam zijn lederen geldbuidel met de 50 zilveren munten. Ik betaal zijn schuld. De twee lijkenpikkers raapten de zilverstukken bij elkaar, zoals kinderen die snoepjes krijgen bij de Sinterklaasstoet. Johannes haalde ook de aandelen uit zijn tas. Hier, die krijg je terug. Hela, dit klinkt ineens helemaal anders. Johannes was te ver naar voren geleund en stond niet meer onder de klok. Hij zette vlug een stap terug. Scher u weg! Ik zie dat. Meneer staat onder een klok. Het is plezant, zeker? Meestal zul je wat schrik aan jou. Dan krijg je vrees simpel dat je er stond. Ik maak hem kapot, hè! Hey, kom, hou je hand toch niet vuil maken aan een simpel neusleer die dat de schuld van een andere methode. Kom, we zijn hier weg, jong. Ja, we zijn weg. Ja. Laat die twee losers maar een keer romantisch samen zijn. Hè? Losers! Ja, dat is goed. Ik had gezegd, hè, William en Kurt. Ja, het is gezegd. Het is vrije goed. Recht op, hè, man. Ja, het is vrije goed. Ik pak hem kapot! Ja, kom eens nou weg, jong. Oh, nu moet ik dat lijk nog terug in die kist leggen. Hij naderde schoorvoetend de kist. Hij nam het lichaam in zijn armen en tilde het op. Dat ging best wel goed. Tot er plots een arm uit het witte laken vloepte en tegen zijn wang kletste. Zo snel hij kon, legde Johannes het lijk terug in de kist. Bibberend vouwde hij de handen terug samen. Aan de linker middenvinger zat een gouden ring met de initialen I.M. Het rechterbeen, dat nog over de rand hing, kreeg Johannes pas na wat frikken terug op zijn plaats. Oeps, sorry. Ondertussen, in een donkere, vochtige berggrot, ver daar vandaan. Nee. Ik bedoel die andere grot, iets meer naar links. 1, 2, in de maat en 1, 2, 3, ja, voet erbij, meneer. Stop! Jullie spelen weer niet in de maat. Hoe is dat nou toch mogelijk? Niet in de maat? Van varen van mijn voeten. Bon. Ik zal het ritme aangeven. Zijn we klaar? Ja. Daar gaan we. Wat gebeurt? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
Ja, maar meneer de troll,
Ja, meneer de dansleraar. Het orkest speelde wel in de maat. U bent het die niet in de maat danst. Oh, ik ben het die niet in de maat danst. Correct. En u bent het die net ontslagen is. Ja, en ik ben het die net wat? Smijt die ex-dansleraar en heel die fanfare uit mijn grot. En breng me een verse leraar nu. Deel 2. Johannes liet het kleine kerkje achter zich en sloeg op goed geluk een brede aardeweg in naar rechts. Na een goede 10 kilometer kwam hij aan een kruispunt. Links, rechts. Hij twijfelde links, even welke links, richting hij zou inslaan. Maar na het advies van zijn vader... Sla een nagel te diep in de muur, dan krijg je last met je gebeuren. Besloot hij rechtdoor te gaan. Ter hoogte van een prachtig eikenbos begon zijn hongerige maag te knorren. De jonge boerenzoon ging tussen de bomen op zoek naar iets om zijn honger te stillen. Ah, blauwe bessen. Zou ik deze bessen kunnen eten of niet? Of wel, of niet? Blauwe bessen zoals deze, die hoef je niet te vrezen. Bedankt, papa. Dat is de eerste keer dat uw advies van pas komt. Graag gedaan. Johannes draaide zich om en keek recht in de ogen van een keurig geklede heer. Waar komt u ineens vandaan? Ik kwam hier toevallig langs. Ik ben reiziger. Ik schrok me dood, zeg. Excuseer. Ik wilde nu gewoon even helpen met die blauwe bessen. Ze zijn echt lekker. Ah, ja, de bessen. Bedankt voor uw advies. Met graagte. Bent u alleen op stap? Ik ben zo'n beetje de wereld aan het ontdekken. Wilt u anders in mijn gezelschap reizen? Alleen is maar alleen. Wat een bijzondere vreemdeling, dacht Johannes. Charmant gekleed en hij geeft tenminste bruikbaar advies. Dat kan nog wel eens van pas komen. Dat lijkt me leuk, met twee. Tegen het einde van een lange dag stappen zocht Johannes en zijn reisgenoot onderdak in een oude graanschuur om er de nacht door te brengen. Slaap lekker. Toen Johannes de volgende ochtend wakker werd... Goedemorgen. Slaapt u altijd met uw laken over uw gezicht? Soms. Waarom? Niks. Ze aten wat walnoten, zongen wat muzieknoten en zetten hun tocht verder dwars door het woud. Johannes schrok wel even. Pas op! Van een dikke vlieg die op het voorhoofd van de reisgenoot was geland. Die scheen zijn gezelschap wel fijn te vinden, want ze bleef de hele dag in zijn buurt rondhangen. Ik hoor precies iemand gillen. Ik hoor het ook, ja. Wat moeten we doen? Hebt je zakdoek volgesnut, dan is je broer zijn t-shirt vanuit. In het kreupelhout lag een oude vrouw, te kermen van de pijn, naast haar omgevallen rollator. Een looprekje op wieltjes. Ze klampte zich vast aan de 3 takkenbossen die ze gesprokkeld had. Oh god, och heren, mijn heup. Mijn schoon neefheup is gebroken. Gaat het, oud vrouwtje? Oud, zeg. Ik lig hier met mijn chartellen in de lucht, mijn heup is in 2 en dan gaan ze me nog een beetje voor oude vrouw uitmaken. Excuseer, hoe bent u gevallen? Och, het is die toestand van de wegen, hè. Vitesse gepakt met mijn rollator en in de putteke blijven steken. Waarom was u zo gehaast? Oh, het is een interview. Ja, waarom, pa, zeker? Ik heb nog rendezvous. Hé, hey, niet lachen, hè. De mannen vallen nog altijd als vliegen. Enfin, ja. Ze zijn ook niet meer goed te been, natuurlijk, in mijn categorie. Over vliegen gesproken. Er zit er een op uw neus. Ik weet het. Niet opletten. Nou ja, een oude schuur die brandt het felst. Amai, nog niet zeker. Maar als ik een rendezvous heb, dan helpt het wanneer ik een mondje Frans spreek. Dat klinkt romantischer. Mayonnaise, sacoche, een œuf. Maar l'amour valt niet in het water natuurlijk met die jeup. Doe me toch. We zullen nu naar huis dragen. Johannes tilde haar tengere lijfje op. En liet haar geschrokken weer vallen. Johannes' reisgenoot knielde bij de oude vrouw neer en haalde een tube zalf uit zijn binnenzak. Ik zal u behandelen. Oh, een dokter. De reisgenoot kneep verbazend veel zalf uit de kleine tube. En gebaarde dat hij het op haar heup wilde smeren. Oh, dan moet ik eerst mijn corset losmaken, meneer dokter. Ik kan er zelf moeilijk aan. Amai, jij bent goed met je wanden. Met zachte hand bracht de reisgenoot een klein beetje zalf aan. Doet het pijn? Nee, uw zalf is koud.
Godje, mijn nuts. Oh, de pijn is weg. Wow. En hop, ik sta weer recht en ik voel... Ja, ik voel precies dat ik kan tapdansen. Meneer dokter, mag ik nog eens iets vragen? Nu ik toch op consultatie ben, smeer die ook eens wat van die zalf aan mijn wieltje. Piept een beetje. De reisgenoot haalde zijn tube terug boven. Meneer Rollator. Oh, wat is dat geluidje? Dat is om u te helpen parkeren. Magnifiek. Er zit nu ook een make-up spiegeltje hier. En een airbag in het stuur voor als u nog eens... Meneer Rendezvous, hoe laat is het? Oh, ik moet er dringend vandoor. Wat is mijn schuld? Uw takkenbossen graag. Ja, zeg. Daar heb ik de hele dag voor lopen sprokkelen. Weet je wat? Pak mijn gebied. Het is nou een heel goed. Probeer het maar eens. Ik wil uw takkenbossen. Mijn sliplift. Mijn haarextensies. Uw takkenbossen. Uiteindelijk gaf het oude vrouwtje toe en wisselde de takkenbossen van eigenaar. Ze zette zich achter haar rollator en stapte weg. De reisgenoot slingerde de takkenbossen over zijn rug. Kom, we vertrekken. Na een paar uur stevig doorstappen, zagen beide mannen in de verte een stad, bovenop een machtige berg. Een wit marmeren paleis torende boven de stad uit. Daar gaan we naartoe. Maar eerst moeten we schuilen, want er is onweer op komst, hoor ik. Nee, dat gerommel was mijn maag. Ik heb een beetje honger. Kunnen we eerst iets gaan eten? Maar er was nergens in de buurt een herberg te bespeuren. Misschien dat we, in plaats van hen naar de herberg te laten gaan, de herberg beter naar hen laten komen. Dan gaat het lekker snel. De pittoreske herberg was nog maar net geland. Of de deur ging al open. Amai, wat was dat? Heel mijn herberg is verplaatst. Maar zeg, waar is mijn diestertje? Oh nee, die zijn ze vergeten. Oh, die zat juist buiten op het toilet. Ah, daar is het, denk ik. Niks gezegd. Amai. Waar heb jij gezeten? Ja, hier, op het toilet. Ja, het is goed. Zet eens de tafel klaar. Er zijn gasten. Ja. Terwijl de dienster haastig naar binnen liep, keurde de herbergier de nieuwe omgeving. Zeg, dat is hier een goede ligging, precies. Geen concurrentie. Schoon zicht. Ik ga direct mijn prijzen aanpassen. Heren, kom binnen. Iets drinken, hapje eten. Onze dagschotel is 14 euro. Ik bedoel 17 euro. 95. Zeg, herbergier, ken ik u niet ergens van? Ik weet niet. Was u vroeger geen begrafenisondernemer? Oh, ja. Nee, daar ben ik mee gestopt. Nee, ik wilde wat vaker onder de mensen komen. De levende mensen dan, hè. En op een zondag na de hoogmis heb ik al mijn geld opgegraven en die herbergier gekocht. Herbergier zijn, man, dat is de job van mijn leven. Toppie, toppie, deze job is toppie. De satisfactieradius maakt happy in het koppie. Toppie, toppie, deze job is toppie. Volle van serveren is een job, maar ook een hobby. Johannes en zijn reisgenoot bestelden allebei een dagschotel en een frisse pint van het vat. Uit een plastic bekertje. Want de glazen, daar schoot niet veel meer van over na de verhuis. Smakelijk, heren. Stoort het als ik meteen afreken? Dat is dan 2 maal een dagmenu van 20 euro. Het was toch 17,95 euro, geloof ik? Ja, ja. Maar er is een voorstelling vandaag, meneer. Dat kost extra. Poppentheater. Ga ze beginnen. Geef u uw jas maar aan van de vestiair. Bij Antje. Goedenavond. Goedenavond. Ah, een fraksken en een vest. Dat klopt. Dank u. In de hoek van de herberg stond een houten poppentheater opgesteld. Een man stak vermoeid zijn hoofd tussen het blauw verloer theatergordijn. Welkom, welkom, hoogstgeëerde Neandertalers allemaal. Primitievelingen allemaal. Holbewoners. Als jullie nu vanavond eens al jullie hersencellen zouden samenleggen... Ja, dan kan ik jullie misschien warm maken voor Othello van William Shakespeare. Warm maken wel, ja. Ah? Ja, want dan stikt mijn poppenkast in brand. Sander, speelt dat van die prinses die vervloekt werd? Ja. Nog eens. Ja. Oké. Ik zal proberen woorden met meer dan 2 lettergrepen te vermijden. Met 2 grepen leg ik op de grond, maat. En dan nu vanavond op algemeen verzoek. De vervloekte prinses. Helemaal vooraan op de eerste rij zat Sisse, de beenhouwer, en zijn gevaarlijke hond, César. Ga maar zitten. Op een dag hoorde een jonge prins een rondreizende troubadour. Dat is een zanger met een luid. Hè?
Een soort van gitaar. Die zanger met zijn gitaar. Kom, slaat dat stuk maar over. Nee, de zanger zong een lied over de prinses met een onaardse schoonheid. Wat jullie een lekkere brok zouden noemen. Elke jonge man die met de prinses wilde trouwen, moest 3 vragen beantwoorden. Een waar, een wat en een hoera. Dank je wel. Wie alle antwoorden kent, mag met mij trouwen, zei de mooie prinses. Dus de verliefde prins sprong meteen op zijn edel ros, zijn ferme knol, en reed spoorslags, vol een bak dus, naar het paleis. Met bonzend hart betrad de hopeloos verliefde prins de grote paleiszaal. De bode klopte 3 met zijn staf op de grond. En sprak plechtstatig. Sprak ceremonieel. Pontificaal. Ook niet. Jongens, sprak een beetje bekakt. Prinses Sofia di Mora, et cetera, et cetera, et cetera. De deuren gingen open en de monden ook. Zoveel schoonheid in 1 lichaam. Zie maar, gast, kom aan. Vertel ons liever hoe dat ze die gasten kapot maken. De prinses stelde haar eerste vraag. De verliefde prins wist het antwoord niet en zijn hoofd werd afgehakt. Schleen! Prins Edward von Lipstick wist het ook niet en ook zei... Schleen! En de prins van Pizzicato wist het antwoord. En zo... En zo ging het al jaren. Al de geraamtes van al die aanbidders lagen zomaar opgestapeld in de tuin. Het was geen zicht. De koning raapte een groot bot van de grond en zuchtte. Hoe kan mijn dochter toch zo slecht zijn? Toen César, de woeste hond van Sisse, het bot zag, was hij niet meer te houden. Schuimbekkend sprong hij het podium op, beet naar het bot en hapte de houten kop van de koningsdochter en van de koning eraf. De poppenspeler was er het hart van in. Zijn 2 mooiste poppen lagen gebroken en vol hondenkwijl op de grond. Nee, mijn 2 mooiste poppen. En ik had er nog zo'n grootse plannen mee. Oh, wat erg. En heb je die tanden gezien? Oh. Kom, we gaan die poppenspeler helpen. De reisgenoot stond recht. Haalde de kleine tube weer uit zijn binnenzak, kneep er wat zelf uit en smeerde die op de brede hondenkop. Waardoor de woeste hond veranderde in een... Chihuahua. De reisgenoot smeerde zalf op de gebroken poppen. Zo. Nu zullen ze snel weer beter zijn. Ik heb precies een oude kop. En ik heb een stave nek. En ze praten. Niet te geloven. Beste vreemdeling, smeert u al mijn poppen in, alsjeblieft. Niet veel later sprongen alle houten poppetjes levend rond. Mijn poppen leven. Nu kunnen we eindelijk het volkstheater overstijgen. Voortaan brengen wij betere werk op de planken. Anton Tsjechov, Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Ruud de Ridder, Victor Hugo. Doe maar wel zonder ons. Wij gaan de muziek in. Wat? Poppetjes, dat zijn allemaal letters, maar waar blijven de woorden? Pop? Wat is dat voor iets? Pop? Hoofd. Ja maar, jongens, ho. Dit is wel een fijn besnaarde literaire poppenshow. Poppenshow, ho, ho. Ja maar, ho, niet zo. Ik wil sonnetten en libretto's, geen gebrabbel uit de ghetto's. Nee. Jammer ho, dit is geen poppenshow. Het is een popshow. Is dat zo? Ja. Oh, ik krijg mijn booty maar niet stil. Is dit misschien wat het volk wil? Oei. Wat? Oei. Wat? Heb ik daar echt booty gezegd? Voor een beginneling,
niet slecht. Oh, beste man, hoe kan ik u danken? Vraag me wat u wilt, ik zal het u geven. U zwaard. De reisgenoot wees naar een prachtig kromzwaard dat tegen de wand met requisieten hing. Nee, niet mijn kromzwaard. Het is een familiestuk. Hier, neem mijn rijkelijk versierde tondeldoos om vuur mee te maken. Nee, ik wil uw kromzwaard. Of neem mijn Zwitsers zakhorloge. Of deze prachtige ingebonden collectie hoorspelen. De achtergehaalde wilde zware de mes geven. Zwaard. Uiteindelijk gaf de poppenspeler toe. Oké, dan. Midden in het feestgedruis verlieten Johannes en de reisgenoot de herberg en trokken het gebergte in. Oh, wat een bijzonder verhaal was dat van die slechte prinses. Alleen jammer dat we het einde niet kennen. Zou er iemand op die drie vragen hebben kunnen antwoorden? Geen idee. Ze trokken zwijgend verder, door een stil landschap van prachtige bergen en eindeloze dalen. Plots zagen ze een dode zwaan langs de kant van de weg liggen. Spijtig dat u zelf op is. Anders hadden we de zwaan kunnen redden. Op? Nee hoor. De reisgenoot haalde de zalf uit zijn binnenzak. De kleine tube was weer helemaal vol. Hoe kan dat nu? Dacht Johannes. De reisgenoot nam wat zalf op zijn vingers en... Mijn lippen zijn een beetje gekroven. Van de berglucht. En de zwaan dan? De zwaan? Die heeft mooie sterke vleugels. Die nemen we mee. De vleugels? U gaat die vleugels er toch niet af? Is dat echt nodig? Ja, dat is echt nodig, ja. De reisgenoot nam het kromzwaard en begon de vleugels eraf te... Ja, misschien dat gevoelige luisteraars nu beter even niet luisteren. Mannen, zet eens wat muziek op. Hè? Een muziekje. Wat? Het Zwanenmeer? Is dat wel toepasselijk? Ja. Ja, hup, daar heb je dat. Zet gerust wat harder. Nee, zet het maar wat luider. Luider de muziek. Ja. Nog. Mooi. Oh, gelukkig. De reisgenoot hing de vleugels op zijn rug, samen met de takkenbossen en het kromzwaard. Met de palm van zijn hand joeg hij twee vliegen weg en zei... Kom, als we goed doorstappen, zijn we tegen valavond in de stad. Ondertussen had de trollenkoning in de berggrot een wedstrijd op poten gezet. Welkom bij So You Think You Can Teach Me How to Dance. Hier is kandidaat nummer 48, dansinstructeur Maarten. Martin. Dus Maarten, jij denkt dat jij mij kunt leren dansen? Of course. En 5, 6, 7, 8. Eerst het linkerpootje vooruit. Linkervoetje bedoel ik. En het is alweer tijd voor de volgende kandidaat. Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel, zeg het eens. Een tango? Ja, volg maar. En 5, 6, 7, 8. Goed volgen, hè? Volgen, ja. Ja, ik volg je toch? Nee, dat doet u niet. Nee, dat doet ik niet. Ja, dat doe ik wel. Haha, dat was nummer 49. Nummer 50. Nummer 50. Niemand? Haha, die is al naar huis. Ja. Dansen kan de trollenkoning niet, maar hoofden afhakken. De volgende... Deel 3. Johannes en de reisgenoot kwamen bij de stad aan. Het was een steile tocht geweest. En de reisgenoot trok een beetje met zijn been. Gaat het? Ja hoor, een beetje last van mijn kniegewrichten. Ze liepen door de grote, houten poort naar het oude stadcentrum. Ze waren bijna aan het centrale marktplein toen... Maak plaats voor de koninklijke koets! Er verscheen een glanzende zwarte koets. Getrokken door 7 reusachtige paarden. Uit de weg voor prinses Sophia, opzij! De koetsier was een albino in een wit kostuum, wat het geheel een spookachtige indruk gaf. Daar, steeds daar, de prinses. Wat zo'n slecht karakter. Allee, vlug, hou, doe de kinders naar binnen. Alleen naar binnen. Nee, ik wil blijven kijken. Naar binnen heb ik gezegd. Ah, mijn oor. Johannes en de reisgenoot keken toe hoe de stoet voorbij trok. Zag Johannes het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. De prinses zat koud en kaarslecht in de koets.
Een strakke blik in een strakke jurk. Glanzende rode haren en bijpassende lipstick. Die arme Johannes wist niet waar hij het had. Gaat het? U valt flauw. De reisgenoot hielp Johannes een café in, zette hem op een kruk aan de bar en bestelde 2 glazen plat water. 1 voor zichzelf en 1 voor Johannes. Zijn nek. Amai, uw vriend heeft het goed te pakken, zo te horen. Sprak de barman. Het is een eerste niet en zal de laatste niet zijn. Elke week komen die jonge gasten zich hier moed indrinken. En dan vertrekken ze naar het paleis voor een huwelijksaanzoek. Welkom in mijn bar trouwens. De barman wees met een breed gebaar naast een houten plaat waarop stond In den Blinden Beer. Waarom heet uw bar In den Blinden Beer? Ja, ik ben een beer van een vent. En toevallig redelijk aan de blinde kant. Oei, u bent blind? Niet simpel, zijn een barman zin. Mag je niks zien? Slechts denkbare scenario. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Iets drinken, mannen. Oei. Wacht, ik zal u helpen met inschenken. Merci. Blind zijn heeft anders wel zijn voordeel. Ja? Ik kan de prinses niet zien en dus ook niet verliefd worden. Vandaar dat ik nog leef, waarschijnlijk. Oh, prinses. Oh, morgen vraag ik haar ten huwelijk. Oh, god, weer zo'n zat. Oh. Duw, geef me gitaris. Ik zal eens een liedje zingen voor meneer hier. Over gekroonde hoofden en ander chic volk. Ik heb geld en gouden bergen bezet, macht en roem en prinsessen begeet. Ik heb met senators en met ministers gezeven, met madame de koningin gedineerd. Ja, ik heb het allemaal gezien, ben de blokrand geweest. Ik ben u zo welkom op mijn deftig feest. Mijn wilde dagen die zijn nu voorbij. Mijn wilde haren die liggen in een zak. Streep. Ik heb alles wat ik apprecieer. In café de blinde beer. Een kind met een toge, wat flessen op het schaap. Sterke verhalen en zat de mens klaar. Prinsessen en helden, die komen er niet in. Ik heb het met dwazen en met zotten armen zuur. Ik ben ooit geraakt tot in de chicste kring. Ik heb vaak op de hoogste toon staan zingen. Maar ik zie het heel goed. Ja, zelfs al ben ik blind. Zo'n profiteur verschil van een echte vriend. Hier komt nu niemand meer voorbij. Die staat te showen met zijn rijkdom. Alleen een echte goeie pij is welkom in de blinde beer. Een kind met een toge, wat flessen op het schap. Sterke verhalen en zat de maats klaar. Prinsessen en helden, die komen er niet in. Ik heb het met dwazen en met zotte namen zien. Geet met een toge, waar flessen op het schaap. Sterke verhalen en zet de mens klaar. Prinsessen en helden, die komen er niet. Kip het met dwazen en met tanden naar mijn zin. U zingt niet slecht. Ja, ik weet het nog niet. Enfin, merci. Anyway, van alle schone venten die de laatste maanden zijn langs geweest, was er geen ene die het antwoord op de eerste vraag wist. Oh. En zeggen dat die prinses zo'n lief kind was. Die is vervloekt, ik zal het u zeggen. Enfin, je hebt uw conclusies wel getrokken, zeker. En of. Ik ga morgen eerst te werk naar het paleis. Slaap wel. Het was te denken. Pas op voor de lage deur, hè. Ah. Liefde maakt blind. De volgende ochtend stond Johannes voor dag en dauw op en vertrok vol goede moed naar het paleis. Wie niet waagt, niet wint. Oh, ik ben wel een beetje bang. Maar ja, komt tijd, komt raad. Oei. Zijt ge te laat voor het toilet, gebruik dan uw buurman zijn pet. Zeg, pa. Oh.
Johannes wilde aan de paleisbel trekken, links van de grote poort. Maar iemand had hem zien komen, want er schoof een klein houten luikje open nog voor hij kon bellen. Goeiedag. Voor de prinses, zeker? Nee, ik wil graag haar vader, de koning, spreken. Is die in het paleis? De koning, nee. Komt die nog terug vandaag? Wie? De koning. Ja, over een uurtje of zo. Oké, dan wacht ik wel. Goed, ik zal het hem zeggen. Daar. Wie? De koning. Maar u zei net dat hij niet in het paleis was. Ja, dat is ook zo, ja. Hoe kan je het hem dan zeggen? Hij is niet in het paleis, hij is in de tuin. En dat is? Dat is een stuk grond waar bloemen en planten groeien. Ik bedoel, dat is waar, de tuin. Waar is de tuin? Hier de hoek om, door het poortje op uw rechterkant, mm-hmm. Na de rozentuin, zult u een pijl zien staan. Mm-hmm. Minimundo. Minimundo. Daar zal u de koning vinden. Dank u. Graag gedaan. Johannes volgde nauwkeurig de instructies en kwam aan een miniatuur triomfboog die sprekend op de Arc de Triomphe in Parijs leek. Hij stapte er overheen en kwam in een ommuurd gedeelte van de tuin terecht. Oh, prachtig. Hier heeft iemand de wereld nagebouwd. Achter in de tuin zat een man te knutselen aan een mini-versie van de basiliek van Koekelberg. Been aan het tijbenen, hup, en hier een ellepijp. Daar kan nog een scheenbenen, ja, en hier een kleine teen. Een tussenlaag van stof en as en links en rechts wat plukjes gras. Al die dappere knapen, die zijn in kunst der schapen. Ik werk aan mijn eigen mini, 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 mini. Kijk, de Puk van Broekreunen, hup, de Tom van Keulen. Ze niet kunnen maken zonder onze beulen. Ze moesten per se trouwen, nu kan ik met hem bouwen. Ja, al die dappere knapen die zijn in kunst der schapen. Ik werk aan mijn eigen mini, 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 do. Ja, ja, ik schep mijn eigen mini, mundo. Check, ik bouw met vele delen Romeo. Een wervelkruid ben ik leeg, alweer de eerste steen. De Taj Mahal met schedelen, al een duizend vingerkoten. Maar ho, wat is me dat? De Empire State van liefdesleed. Ik heb ooit wel verdriet gehad, maar ik heb het weggefloten. Ik werk aan mijn eigen mini, mini, mini mundo. Hallo, beste man. Is de koning toevallig hier? De tuinman zette zijn pet af en liet de kroon zien die hij daaronder droeg. Spreekt u mee? Oh, majesteit, ik had u niet herkend. Wat brengt u in mijn minimundo? De liefde voor de architectuur? Nee, de liefde voor uw dochter. Ik kom u haar hand vragen. Jongen toch. Begin daar toch niet aan. Je lijkt me zo'n sympathieke jongen. Met van die prachtige voorarmen. Oh, daar zou ik een prachtig voorportaal van kunnen maken. Ik bedoel, niemand heeft ooit al een huwelijksaanzoek overleefd, jongen. Die dochter van mij, die is zo vreed, zo vreed. Kijk nou wat ze heeft aangericht. Kijk maar, dan. Maar wat dan? Oh, jongen, maar kijk dan eens goed om je heen. Hè. Kijk dan om je heen. Wat ziet je? Johannes keek naar de prachtig geconstrueerde bouwwerken in Minimundo. De replica van de Eiffeltoren. Het Amerikaanse Witte Huis. En plots zag hij het. Beenderen. Dat zijn allemaal menselijke beenderen. Ja, menselijke beenderen, ja. Dat is wat er overblijft van al die jonge kerels die met mijn dochter wilden trouwen, jongen. Oei. Ik kon het niet meer aanzien. Al die botten in mijn tuin. En met Minimundo probeer ik er nog iets moois van te maken. Begrijp je? Begrijp je? Kunst, ja. Johannes was er niet goed van. Dus als ik één fout antwoord geef, ja. Dan verander ik in de piramide van Cheops? Ja, nee, Gizeh. Hij voelde een dikke zweetruppel langs zijn rug lopen. Misschien moet ik er toch nog eens een nachtje over slapen. Dag, papa. Geruisloos was prinses Sofia hen genaderd. Haar onaardse schoonheid blies Johannes eens te meer compleet van zijn sokken. Jongeman, mag ik u voorstellen, mijn lieve dochter, of enfin, mijn dochter, prinses Sofia.
de prinses. Ja, deze jonge man, lieve dochter, allez, artistische dochter, met zijn inspirerende beenderstructuur, is hier om Minimundo te bewonderen. Ja, toch? Ja, maar ook om... Oh, niet doen. Oh, misschien wel. Zie die kaken, zeg. Oh, die kaken, die zijn fantastisch. Daar zou ik Acropolis mee kunnen maken. Nee, zeg dat toch niet, Arzot! Arzot, zeg dat niet! Ik ben hier om u een huwelijksaanzoek te doen, prinses. Mm-hmm. Ik verwacht u morgen om 9:00 stipt. Oei. En als een sierlijke zwaan gleed de betoverend mooie prinses de tuin weer uit. De koning zette teder 2 vingers onder de kaak van Johannes en sloot zo zijn openhangende mond. Tot morgen dan, hè. Tot morgen. Ja, tot morgen. In de stad heerste er ondertussen een bedrukte stemming, omdat er weer een nieuwe huwelijkskandidaat een prooi zou vallen aan de vrede prinses. Oh, arme toch, die jong. Het is lekker nog sympathiek ook. Als ze op het eerste zegt. Ja. Zoutanne en ik zijn voor ons vedratje. Maar ze zoekt ze nog een man, niet? Maar Johannes liet het niet aan zijn hart komen. Mijn beste reisgenoot, morgen ga ik de prinses ten huwelijk vragen. Kom, hier, drink nog een frisse pint bier met mij. Het is misschien mijn laatste. Enkele pintjes later lag Johannes met zijn hoofd op de tafel. Kom, het is bedtijd. De reisgenoot gooide de slapende Johannes over zijn brede schouder, droeg hem naar boven... Pas op voor de lage deur, hè. ...en legde hem in bed. Slaap lekker. De reisgenoot wachtte geduldig tot Johannes vastsliep. Toen nam hij de zwanenvleugels en maakte ze vast aan zijn schouders. Hij stak het kromzwaard en de takkenbossen op zak, opende het slaapkamerraam en vloog geruisloos de donkere nacht in. De sterke zwanenvleugels droegen hem boven de stille, slapende stad tot bij het paleis. Onder het slaapkamerraam van de prinses nam hij wat magische zalf en smeerde zich in. Een fractie van een seconde later was hij onzichtbaar. Alleen aan zijn adem, die in de koude nacht als een pluimpje rook uit zijn mond kwam, kon je nog zien waar hij zat. Klokslag middernacht ging het raam boven hem open. Met wapperende haren zweefde prinses Sophia naar buiten. De onzichtbare reisgenoot ging er onmiddellijk achterna. Onderweg haalde hij 1 takkenbos boven en sloeg er de prinses mee op haar rug. Ai! Aja! Plaatselijke hagelbui. Ai! Au! Na een korte vlucht landden ze aan de voet van een grillige berg. Een stuk rots rolde opzij en zonder te aarzelen ging prinses Sophia naar binnen. De reisgenoot, die nog steeds onzichtbaar was, sloop haar achterna. Via een gang kwamen ze in een ondergrondse zaal die opgelicht werd door brandende fakkels. Duizenden kleine spinnetjes liepen heen en weer, waardoor de wanden leken te bewegen. In het midden van de zaal stond een troon van melkwit glas, gedragen door 2 paardenkadavers. Op de troon, onder een dak van spinnenwebben, zat de trollenkoning. Een niet zo strakke buik in een veel te strak lycra pak. Prinses Sophia, een walsje misschien, een tja-tja-tjaatje en een roomba. Mr. Rhythm is er helemaal klaar voor. Ja, er heeft zich weer een nieuwe huwelijkskandidaat aangediend, een zekere Johannes. Mooi! Dan rolt er morgen weer een hoofd over de paleisvloer. Muziek! Achter in de grot begon een orkest te spelen. De onzichtbare reisgenoot had post gevat achter de troon, zodat hij alles goed kon zien en horen. Kies voor mij ben een goede partij. Droom maar voort, ik val niet op jouw soort. Trouw met mij en ik maak je blij. Hoorde je niet wat ik zei? We worden samen oud. Oh, ik krijg het al benauwd. Zo. Daar komt. Je plaagt omdat je liefde vraagt. En je stinkt omdat je geen deo draagt. Ik geef je al wat je hart begeert. En ik hoop dat mijn maag niet keert. Zie je dan niet hoe ik voor je val? Ik zie, ja, ik zie. Ja, wat zie je? Nog steeds een kwal. Nou zeg. Kies voor mij. Heel te kies voor mij. Ik ben een goede partij. Ja, van smeerlapperij. Droom maar.
maar voort. Van je ja-woord. Ik val niet op jouw soort. Sorry, niks gehoord. Neem een hand. Noem jij dat een hand? Liever niet zonder want. Wat ben jij charmant? We worden samen oud. Oh nee, ik krijg het al benauwd. Omdat zij van me houdt. Wat morgen betreft, wat is het antwoord op de waarvraag? Uw schoen. Hmm. Dat raadt hij nooit. Zeg, en als zijn kopje eraf is, breng dan zijn oogjes mee voor in de soep. De prinses knikte en vertrok naar het paleis. De reisgenoot had alles gehoord. De volgende ochtend, bij het ontbijt, vertelde hij Johannes dat hij een bijzondere droom had gehad. Als ze een vraag stelt, moet u uw schoen zeggen. Ik heb zo'n voorgevoel. Bent u zeker? Haar schoen. Oké, dan. Zeg, er zitten nu al 3 vliegen. Ja, ik weet het, ja. Mijn aftershave, denk ik. Johannes vertrok. Zwijgend liep hij door de lege straten van de stad. De stilte maakte hem bang. Oh, zeg, jij altijd met u bang? Maar zijn hartstocht was groter dan de angst voor wat er komen zou. Dapper liep hij door, de stad uit naar het paleis. Daar stond hij een tijdje te aarzelen met de touw van de paleisbel in zijn handen. Gaat u nog bellen of hoe zit het? Nee, het is niks. Vergissing, ik moest hier naast zijn. Weet u dat zeker? Volgens mij komt u voor de onwaarschijnlijk mooie prinses die hier woont. Ja, het is waar. Kunt u dan even bellen, alsjeblieft? Goeiedag, voor de prinses zeker? Ja. Naam? Johannes. U komt voor? De prinses. Komt u binnen? De bode opende de paleisdeur en bracht Johannes tot in de grote paleiszaal. De blinkende marmeren vloer weerkaatste het kaarslicht van de gouden kroonluchters. De sierlijke banken langs weerszijden van de prachtig beschilderde muren waren leeg. Helemaal achteraan, aan een lange eiken tafel, zat de koning. Naast hem 2 rechters met wit bepoederd gezicht en bijpassende pruik. Ja, komt u maar naar voren, kom. Ja, niet verlegen zijn. Kom. Minder enthousiast dan gepland, liep Johannes naar voren. Hey, pst! Net achter een groot bronzen beeld zag Johannes de beul staan. Hallo, kent je me nog? Toppie, wie? Begrafenisondernemer, herbergier. Ja, nu ben ik beul. Verdient veel beter. Toppie, en daar rolt het koppie. Succes met de vraag. De bode sloeg 3 keer met zijn staf op de grond. Oh, maar een teen! Oh. Waarna een massieve zijdeur openging. Het werd meteen enkele graden kouder toen de prinses, mooier dan ooit, binnenkwam. Prinses Sofia di Mora Combrio i Aragon. Zo, beste... Johannes. Johannes. Ja. U wilt met mij trouwen? Ja. Meer dan ik ooit... Voor u met prinses Sofia kan huwen, moet u eerst juist antwoorden op de waar, de wat en de hoe-vraag. Prinses, wilt u de waar-vraag stellen, alstublieft? Waar denk ik aan? Uw tijd gaat nu in. Johannes' zijn mond was kurkdroog. Zijn hart bonsde in zijn keel. Aan uw schoen. Is dat uw definitieve antwoord, haar schoen? Ja. De bode keek naar de prinses, die lijkbleek was geworden. Ze knikte ja, draaide zich om en verdween weer langs de zijdeur. Het antwoord is juist. Wij verwachten u morgen weer om 9:00 stipt. De koning huppelde van achter de tafel naar Johannes toe. Goed gedaan, vriend. Goed gedaan. Oh, zo'n goed antwoord uit zo'n mooie schedel. Nee, zeg dat toch niet. Zeg dat. Tot morgen. 9:00. Op tijd gaan slapen. Daar. Hij is teruggekomen, Johannes. Wat gebeurt er? Johannes heeft de eerste vraag juist beantwoord. Goed gedaan, Johannes. Ja. Proficiat. Dank je. Johannes knikte breed glimlachend.
En diezelfde gigantische smile lag nog steeds op zijn gezicht toen hij de bar binnenkwam. Het was juist. Ik heb uw schoen gezegd, het was helemaal juist. Morgen moet ik terug. Ik ben kei zenuwachtig. Wat moet ik antwoorden? Vliegen op je zoete drop. Mep ze dood en eet ze op. Johannes ging weer vroeg naar bed. Pas op voor de deur. Die avond gebeurde precies hetzelfde als de avond ervoor. De onzichtbare reisgenoot vloog de prinses achterna en ranselde haar dit keer met twee takkenbossen af op weg naar de trollengrot. Au, au, ai, ah. Oh, nu is dat nog, au, nog harder aan het hagelen dan gisteren. De trollenkoning was niet blij met wat hij te horen kreeg. Hij wist het antwoord. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik ben een vrouw. Natuurlijk denk ik aan schoenen. Had jij nu niks originelers kunnen bedenken? En ook nu weer hoorde de reisgenoot het antwoord. Nu zal hij denken dat na zoiets simpels als een schoen het antwoord veel ingewikkelder zal zijn. Mumie, bijvoorbeeld. Maar het antwoord is... ja, handschoen. Handschoen? Ja, dat is het. Handschoen. Ik ben geniaal, geniaal en een getalenteerd danser. Een zeldzame combinatie. De volgende morgen vertelde de reisgenoot aan Johannes dat hij weer had gedroomd. Handschoen? Ligt dat niet wat te veel voor de hand? Zou ik niet beter iets ingewikkeld zeggen? Mummie of zo? Nee, handschoen. Oké. Misschien moet u echt van aftershave veranderen. Volgens mij zijn er nog vliegen bijgekomen. Toen Johannes die ochtend door de stad liep, op weg naar het paleis, was hij niet langer de enige op straat. Hier en daar stonden mensen hem aan te moedigen. Ah, hier zijn de slimste mensen. Hallo. De huwelijksklokken gaan bijna luiden, niet Johannes? Ja, laat ons op. Wat is dat, schrik? Nee. Want onze Fedra hier is ook nog altijd vrij, hè? Oei. Hé, Fedra. Zeg toch toch ook een keer het wat tegen die mensen. Ja, je moet er niet op letten, hè, onze Fedra. Nee. Ah, u bent het. Bel maar. Goeiedag voor de prinses, zeker? Ja. Naam? Nog altijd Johannes. U komt voor? De prinses. Komt u binnen. De bode bracht Johannes opnieuw naar de paleiszaal. Dit keer was de zaal volgestroomd met allerlei hoogwaardigheidsbekleders en ander proper volk die de man van het goede antwoord wilden zien. Oef! Oh. Prinses Sofia di Mora con Brio i Aragon i Fontanella. Johannes adem stokte toen prinses Sofia binnenkwam. Prinses Sofia, zou u dan nu de wat-vraag willen stellen, alstublieft? Wat is het antwoord op de vraag waar denk ik aan? Uw tijd gaat nu in. Uw handschoen. Kunt u het antwoord nog eens herhalen? Uw handschoen. Het publiek wachtte in spanning. Handschoen? Ik zou precies mummie gezegd hebben. Handschoen, is dat uw definitieve antwoord? Handschoen? Het zweet brak Johannes langs alle kanten uit. Ja. Nou. Het antwoord op de wat-vraag is juist. Joehoe! Nog één goed antwoord en ik kan trouwen met de prinses. In de stad werd Johannes opgewacht door een enthousiaste menigte. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Deel 4. Hij wist het antwoord. Hij wist het alweer. Ja, hij wist het. Schoen, handschoen, hallo. Veel te gemakkelijk. Er moet ergens een lek zijn. Trollenkeet, denk ik. Wat doen al die vliegen hier ineens in mijn grot? Kom, prinses, ik breng je naar het paleis. Ja, wacht maar. Wat is morgen het antwoord? Dat vertel ik je onderweg wel. De muren hebben hier oren. Het was pikdonker buiten en het stormde hevig. Maar dat weerhield de onzichtbare reisgenoot er niet van de prinses en de trollenkoning af te ranselen met drie takkenbossen deze keer. Wat is nu morgen het antwoord?
prinses ging naar binnen. En toen de trollenkoning de tocht naar zijn grot weer aanvatte, vloog de reisgenoot hem achterna. Na enkele meters zat hij hem al te pakken. En met één snelle zwiep van het kromzwaard hakte hij de lelijke trollenkop eraf. Stak die in een zak en keerde terug naar de herberg. Net op tijd, want het begon al ochtend te worden. Bent u al wakker? Hallo. Ik moet naar het paleis en ik dacht dat u misschien nog een antwoord zou... Goedemorgen. Sorry dat ik u liet wachten. Oei, slecht geslapen precies. U ziet eruit alsof u de hele nacht op stap bent geweest. Ja. Hier, neem deze zak. Als prinses Sofia haar vraag stelt, pas dan maakt u hem open. Oké, mag ik niet weten wat er... Goedemorgen, Jan Bekaus voor het ochtendjournaal. U bent Johannes? Ja. Mooi. Oké, Jan. Kunnen we? We gaan live, hè. Mannen... Camera loopt in 3, 2, 1. We bevinden ons hier live in De Blinde Beer met huwelijkskandidaat Johannes. Is er love in the air? We vragen het hem zelf. Johannes, hoe voelt u zich? Goed, maar ik moet nu wel doorgaan, hoor. En terwijl Johannes naar het paleis vertrekt voor de grote vraag, stellen wij wat vragen aan de quizmaster der quizmasters, Erik van Looy. Welkom. Dank u. Wat denkt u? Hoe zal dit aflopen? Het blijft dodelijk spannend, hè? Dodelijk, hè? Ja, dank u. Dit was Jan Bekaus live vanuit De Blinde Beer. Johannes pakte zijn spullen en vertrok naar het paleis. In de stad stonden de mensen metersdik hem aan te moedigen. Dank u. Onze kroonprins. Zeg, je was niet goed op televisie. Ja. Ah, dank u. Televisie, er toch veel dekker uit. Ja. Zeg, Johannes, wat zit er in die zak, snoepjes? Doet dat goed, hè, vandaag? Ja, dank u wel. Hoor. Ja, dag. Ja. Johannes haastte zich naar het paleis. Boven zijn hoofd cirkelde een grote zeppelin. Jawel, dames en heren. Johannes is op weg naar het paleis. Zal hij ook dit keer juist antwoorden? Meneer van Looy. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel antwoordt hij juist, ja. Ofwel niet. Dank u voor deze haarscherpe analyse. Graag gedaan. Dit was Jan Bekaus live vanuit de Nieuw-Zeppelin. U weer. Bel maar, hè. Goeiedag, voor de prinses zeker. Ja. Uw naam? Johannes, natuurlijk. U komt voor? De prinses, natuurlijk. Komt u binnen? Ja. De grote paleiszaal zat stampvol. Verschillende belangrijke gasten waren horizontaal gestapeld vanwege plaatsgebrek. Iedereen hield gespannen de adem in. Oh, zeg. Prinses Sofia di Mora, Combrio, i Aragon, i Fontanella, Susa Pelusa van den Bossen. De koele schoonheid van de prinses bracht Johannes voor de zoveelste keer compleet van zijn melk. Hoe kon deze mooie vrouw toch zo slecht zijn? Prinses, wilt u de derde en laatste vraag stellen, alstublieft? De hoe-vraag. Hoe? Luidt het antwoord op de vraag, waar denk ik aan? Uw tijd loopt. Meneer van Looy, wat vindt u van de drie vragen? Dat is een goede vraag. U bent niet de enige die goede vragen kan stellen. Inderdaad, ja. U hebt nog 10 seconden. Wat is uw antwoord? Johannes was verlamd van de zenuwen. 5, 4, 3, graag nu uw antwoord. Hier is mijn antwoord. Het hoofd van de trollenkoning. Dat is uw definitieve antwoord, neem ik aan. Is het juist, prinses Sofia di... De prinses stond als een zoutpilaar met 2 grote ogen te kijken naar de trollenkop. Langzaam knikte ze ja. Het is gebeurd. U hoort het, dames en heren. Game, set en match voor Johannes. Hij en hij alleen zal trouwen met de prinses. Oei, wat gebeurt er nu? Het paleis begint op zijn grondvesten te daveren. Dat ziet er niet goed uit. Een stormwind stak op uit het niets en zwarte wolken pakten dreigend samen boven het paleis. De stormwind nam prinses Sofia in haar greep, dolde haar rond
en liet haar schijnbaar levenloos op de marmeren vloer vallen. De woeste wind raasde naar buiten, doorheen de miniatuurgebouwen van Mini Mundo en deed alle beenderen rammelen. En even plots als hij gekomen was, ging de storm weer liggen. U moet het zien om het te geloven, dames en heren. In de tuin van de koning staan alle jonge mannen die de prinses ooit om haar hand gevraagd hebben. Ze staan er nog een beetje verwaaid bij, maar levend en wel. De vloek lijkt verbroken te zijn. Maar de prinses, aan wie Johannes zo net het juiste... In de paleiszaal knielde Johannes bij het roerloze lichaam van de prinses. Prinses Sophia? Heel voorzichtig wilde hij haar hand nemen. Alsjeblieft, laat haar handen niet koud zijn. Oh, mijn lieve Johannes. Je leeft. De vloek van de trollenkoning was eindelijk verbroken. De koning kon zijn tranen van geluk nauwelijks bedwingen. Oh, Johannes, mijn zoon. Oh, met die krachtige kaken en die stoere ribbekast. Nee! Terwijl in het paleis alles in gereedheid werd gebracht voor een sprookjeshuwelijk, liet Johannes zijn geliefde Sophia achter om zijn vriend, de reisgenoot, te bedanken. Johannes liep naar buiten. Op het einde van de straat zag hij de reisgenoot nog net hinkend het hoekje omgaan. Wacht, wacht! Johannes rende naar hem toe. Niet weggaan. U bent eregast op mijn huwelijk, prinses Sophia en ik. Het spijt me, Johannes, maar mijn tijd is om. Ik begrijp het niet. Weet u nog, die man in het kerkje, wiens schuld u betaalde? Ja? De reisgenoot haalde een dikke ring uit zijn jas en schoof hem aan zijn vinger. Op de ring stonden de initialen I.M. Ik ben Igor Mortis. U hebt mijn schuld betaald en ik mocht even terugkomen om u te bedanken. Ah, daarom dat u hinkt. Ik heb uw been toen een beetje... Sorry. Dat is niks. Maar mijn tijd is om nu. U bent een heel goed mens, Johannes. En ik weet zeker dat u prinses Sophia oneindig gelukkig zal maken. Ik zal u nooit vergeten. Johannes' zijn ogen werden vochtig. Ah ja, ik moest nog iets zeggen van iemand die ik boven ontmoet heb. Een gouden raad, zei hij. Wie goed doet, goed ontmoet. Maar eigenlijk wist u dat al. Vaarwel. Als in een waas zag Johannes hoe de reisgenoot zich omdraaide. En even later was hij verdwenen. Johannes! Johannes! De beul kwam zwaaiend op hem toegelopen. Wat? Zijn zwarte kap in de hand. Ik weet wat ik wil worden. Eindelijk. Toppie. Zanger! Oh, mag ik op uw trouwfeest zingen? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Maar natuurlijk, ik zou me geen betere zanger kunnen indenken. Oh, dank u. Dank u, Johannes. Eindelijk. Naam? Prins Johannes. U komt voor? Mijn prinses Sophia. Mijn prinses? Dat is goed. Geef je hulp, geef je veel. Verdeel je zelfs je eigen deel. Help je ook zonder dwang. Heb je op de pres springdrang? Geef je hart, soms te vlug. Je zal wel zien, het komt terug. Het komt terug op een dag, omdat de wereld jou graag mag. Dik en vet, dik en vet. Wacht maar, het komt dik en vet. Dik en vet, dik en vet. Je krijgt het dik en vet terug. Vet terug? Nee, vet terug. Hij bedoelt de return. Ah, dat is simpel. De wat? Ik geef, maar ik zie niet hoeveel. Geven is hoogst cultureel. Wie die geeft, die maak ik kapot. Ik geef mezelf als het groot laat. Gul is goed. En goed is goud, het maakt de wereld minder koud. Dik en... Hebt je te veel gefret?
dan word je dik en... Vet, dik en vet. Wacht maar, het komt dik en vet. Dik en vet, dik en vet. Je krijgt het dik en vet terug. Dik en vet, dik en vet. Wacht maar, het komt dik en vet. Dik en vet, dik en vet. Je krijgt het dik en vet terug. Ben je klein en genereus voor deze aarde te poreus? Doe maar wat je het beste acht en krijg meer dan je verwacht. Dik en vet, dik en vet. Nee, Johannes. Het is geen toeval dat jij die mooie prinses hebt veroverd. Iets geven zonder er meteen iets voor terug te moeten krijgen is een kracht die alles overstijgt. Sterker dan alle gulzigheid en hebberigheid en altijd maar merigheid samen. Iemand zoals jij, Johannes, die geeft en niet vraagt, is tot alles in staat. Een gever inspireert, een vrager irriteert. En wie geeft vanuit het hart, vraagt ook niet wat dik en vet precies inhoudt. Hoeveel dik en hoeveel vet. En het interesseert hem niet of je dik en vet van de belastingen kan aftrekken. Hij heeft geen rekenmachine, ook niet zo'n kleintje. En laat komen wat komen zal. En soms is dat een glimlach in ruil voor een glimlach. Vriendschap in ruil voor wat hulp. Geef een troostend woord en krijg een knuffel. Geef de juiste cijfers en krijg 100 miljoen met euromillions. Nee, vergeet dat laatste. Daar gaat het helemaal niet om. Je bent een held, Johannes. Als je niet telt, reken niet. Maar beteken iets. Geef aan de armen. Maar vergeet de rijken geen geweten te geven. De wereld is voor jou. Je krijgt hem. Zomaar dik en vet en vattig verdiend. Nee, niet vattig. Gewoon dik en vet. Ja, Johannes. Al die zaadjes die je uitstrooit, komen op de dag uit. En dan kan je de vruchten plukken en er u bijten. Zodat het sap over jouw wangen stroomt. De situaties die in dit verhaal worden opgevoerd zijn fictief. De makers van dit verhaal bieden geen enkele garantie voor het dik en vet terugkrijgen van wat men geeft. Luisteraars die in een verlaten kerk hun spaargeld en waardevolle aandelen te vergeefs schenken aan inbrekers en lijkenpikkers, in de hoop enige tijd later met een mooie en steenrijke prinses in een groot kasteel te kunnen gaan wonen, kunnen dus geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding in welke vorm dan ook. In geval van geschil zijn enkel de Kirgizische rechtbanken bevoegd. Toppie, toppie, deze job is toppie. De satisfactieradius maakt happy in het koppie. Wat blieft, satisfactieradius. De uitgebreidheid van uw voldoening. Voldoening? De mate waarin je iets fijn vindt. Ah ja, oké, ik denk dat ik het begrijp. Ja. De mate waarin. Dus eigenlijk hoe leuk men iets vindt. Het is niet anders dan een andere manier om te zeggen dat u blij bent dat u begrafenisondernemer kan zijn. Hey, komen we hier nog verder zingen, want we beginnen kramp te krijgen. Sorry. Toppie, toppie, deze job is toppie. Begrafenisondernemer, het is een job, maar ook een hobby. Een beleefd lijk is leuker dan een grove pistolet. Ik snap echt niet wat ik vroeger zag in bakker-patissier. Mijn nieuwe klanten klagen nooit, ze glimlachen zo mooi. De rust in hen straalt af op mij als ik hun as verstrooi. Dat is toch niet mijn... Toppie, toppie, deze job is toppie. De satisfactieradius maakt happy in het koppie. Toppie, toppie, deze job is toppie. Begrafenisondernemer, het is een job, maar ook een hobby. Ik kies een kist, ik graaf een gat, ik zeg het zonder schroom. Begrafenisondernemer zijn is mijn levensdroom. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Want bang zijn is voor bangerikken. Ik moest gewoon nog iets doorslikken. En daarom doe ik... Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Mijn zenuwen zijn van Belgisch staal.
ben gewoon heel muzikaal. Dus doe mijn tanden. Dus jij hebt geen schrik? Wie is daar? De Nacht, zo heet ik. Oh, goedenavond, mevrouw De Nacht. Dus jij bent niet bang? Nee, ik ben niet bang. Ook niet voor een donderslag. Nee, dat klinkt toch als een bulderlach. En het huilen van een spook. Die bestaan niet en dat weet jij ook. Hoe bedoel je dat juist? En een monster dat zegt, je gaat eraan. Dat is gewoon een struik in het schijnsel van de maan. Ik ben niet bang. Nooit meer bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ook niet van de ergste storm. Ik ben gewoon niet goed in vorm. En daarom hoor je, ik ben niet bang, maar wel heel moe. Dat zijn allemaal letters, maar waar blijven de woorden? A, A, B, B, pop. Pop? Pop, Jonan, stap. Wat is dat voor iets? Pop. Pop, zit er bij de kop. Hoofd. Pop, dat klopt, paardje niet galop, baby doe die op. Pop, Jonan, stap. Pop, blijf in bij de kop. Hoofd. Dat klopt. Pop, zegt de kurk en stap. Ja maar, hela, ja maar, zeg. Ja maar, jongens, ja maar, ho. Is wel een fijn besnaarde literaire poppenshow. Poppenshow, ho, poppenshow, ho, ho. Ja maar nee, ja maar ho, niet zo. Ik wil sonnetten en librettos, geen gebrabbel uit de ghetto's. Oh, nee. Poppetje, non-stop, non-stop. Zit in mijn kop. Hoofd, jongens, poppetjes. Ja maar ho, ja maar ho, dit is geen poppenshow. Het is de popshow. Is dat zo, is dat zo? Yo. Oh, ik krijg mijn booty maar niet stil. Is dit misschien wat het volk wil? Oei, wat? Oei, wat? Heb ik daar echt booty gezegd? Voor een beginneling, niet slecht. Ik heb geld en gouden bergen bezet, macht en roem en prinsessen begeet. Ik heb met senators en met ministers gezeverd, met madame de koningin gedineerd. Ja, ik heb het allemaal gezien, ik ben de blokrand geweest. Ik ben u zo welkom op mijn deftig feest. Mijn wilde dagen die zijn nu voorbij. Mijn wilde haren die liggen in een zak. Streep. Ik heb alles wat ik apprecieer. In café de blinde beer. Een kind met een toogje, wat flessen op het schaap. Sterke verhalen en zat de mens klaar. Prinsessen en helden, die komen er niet in. Ik heb het met dwazen en met zotten armen zuur. Ik ben ooit geraakt tot in de chicste kring. Ik heb vaak op de hoogste toren staan zingen. Maar ik zie het heel goed. Ja, zelfs al ben ik blind. Doe een profiteur verschil van een echte vriend.
Hier komt nu niemand meer voorbij. Die staat te showen met zijn rij. Ik dom. Alleen een echte goeie pij is welkom in de blik. In de blik. Een kind met een toger, wat vissen op het schap. Sterke verhalen en zat de maats klaar. Prinsessen en helden, die komen er niet in. Ik heb het met dwazen en met zotten aan mijn zin. Een kind met een toger, wat flessen op het schaap. Sterke verhalen en zat de maats klaar. Prinsessen en helden, die komen er niet. Ik heb het met dwazen en met zotten aan mijn zin. En hier een ellepijp, daar kan nog een scheen binnen, ja. En hier een kleine teen, een tussenlaag van stof en as. En links en rechts wat plukjes gras. Al die dappere knapen, die zijn in kunst der schapen. Ik werk aan mijn eigen mini, 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 mini. Kijk, de pik van Broekrunnen, de dom van Kunnen. Kan ze niet kunnen maken zonder onze veulen. Ze moesten per se trouwen, nu kan ik met hem bouwen. Ja, al die dappere knapen, die zijn in kunst en schapen. Ik werk aan mijn eigen mini, 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 go. Ja, ja, ik schep mijn eigen mini mundo. Check. Ik bouw met vele delen Romeo. Borstbeen, wervel, kraakbeen, ik krijg alweer de eerste steen. De Taj Mahal met schedel en al een duizend vingerkoten. Maar ho, wat is me dat? De Empire State van liefde sleet. Ik heb ooit wel verdriet gehad, maar ik heb het weggefloten. Ik werk aan mijn eigen mini, mini, mini mundo. Ik ben een goede partij. Droom maar voort, ik val niet op jouw soort. Trouw met mij en ik maak je blij. Hoorde je niet wat ik zei? We worden samen oud. Oh, ik ruik het al benauwd. Zo. Omdat je liefde vraagt. Je stinkt omdat je geen deo draagt. Ik geef je al wat je hart begeert. En ik hoop dat mijn maag niet keert. Zie je dan niet hoe ik voor je val? Ik zie, ja, ik zie. Ja, wat zie je? Nog steeds een kwal. Nou zeg. Kies voor mij. Heel te vies voor mij. Van een goede partij. Ja, van smeerlapperij. Droom maar voor. Van je ja woord. Ik val niet op jouw soort. Sorry, niks gehoord. Neem een hand. Noem jij dat een hand? Liever niet zonder wand. Wat ben jij charmant? We worden samen oud. Oh nee, ik krijg het al benauwd. Omdat zij van me houdt. Geef je gul,
geef je veel. Verdeel je zelfs je eigen deel. Help je ook zonder dwang. Heb je op de bres springdrang. Geef je je hart soms te vlug. Je zal wel zien, het komt terug. Het komt terug op een dag. Omdat de wereld jou graag mag. Dik en vet. Dik en vet. Wacht maar, het komt dik en vet. Dik en vet. Dik en vet. Je krijgt het dik en vet terug. Vet terug? Nee, vet terug. Hij bedoelt de return. Ah, dat is sequel. De wat? Ik geef, maar ik zie niet hoeveel. Geven is hoogst cultureel. En wie niet geeft, die maak ik kapot. Ik geef mezelf als het groot laat. Gul is goed en goed is goud. Het maakt de wereld minder koud. Dik en... Heb je te veel gefret, dan word je dik en... Vet, dik en vet. Wacht maar, het komt dik en vet. Dik en vet, dik en vet. Je krijgt de dik en vet terug. Dik en vet. Dik en vet, wacht maar, het komt dik en vet. Dik en vet, dik en vet, je krijgt het dik en vet terug. Ben je klein en genereus, voor deze aarde te poreus. Doe maar wat je het beste acht, en krijg meer dan je verwacht. Het is geen toeval dat jij die mooie prinses hebt veroverd. Iets geven zonder er meteen iets voor terug te moeten krijgen is een kracht die alles overstijgt. Sterker dan alle gulzigheid en hebberigheid en altijd maar merigheid samen. Iemand zoals jij, Johannes, die geeft en niet vraagt, is tot alles in staat. Een gever inspireert, een vrager irriteert. En wie geeft vanuit het hart, vraagt ook niet wat dik en vet precies inhoudt. Hoeveel dik en hoeveel vet. En het interesseert hem niet of je dik en vet van de belastingen kan aftrekken. Hij heeft geen rekenmachine, ook niet zo'n kleintje. Hij laat komen wat komen zal. En soms is dat een glimlach in ruil voor een glimlach. Vriendschap in ruil voor wat hulp. Geef een troostend woord en krijg een knuffel. Geef de juiste cijfers en krijg 100 miljoen met euromillions. Nee, vergeet dat laatste. Daar gaat het helemaal niet om. Je bent een held, Johannes. Als je niet telt, reken niet. Maar betekent iets. Geef aan de armen. Maar vergeet de rijken geen gemeente te geven. De wereld is voor jou. Je krijgt hem. Zomaar dik en vet en vatsig verdient. Nee, niet vatsig. Gewoon dik en vet. Ja, Johannes. Al die zaadjes die je uitstrooit, komen op een dag uit. En dan kan jij de vruchten plukken en er u bijten. Zodat het sap over jouw wangen stroomt.